Volgens mij moet er nou iets vastgelegd worden. Ja? Vandaag werd dan eindelijk het laatste geluidsscherm langs het spoor in Tongeren geplaatst. Buurtbewoners klaagden al jaren over geluidsoverlast. Met 3,5 kilometer geluidsscherm komt daar als het goed is een einde aan. Ik kwam wonen, kon ik helemaal niet slapen. Maar naar de hand toe ging dat wel weer, want je raakte eraan gewend natuurlijk. En toen waren er nog niet zoveel treinen, maar er kwamen steeds meer treinen. Dus ik ben dolgelukkig dat ze nou die geluidswand hier hebben geplaatst. Merkt u ook echt dat de geluidsoverlast minder is geworden? Ja, het is heel duidelijk te merken dat het een stuk minder is. En vroeger als ik op de plaats zat, kon ik met niemand een gesprek voeren als de trein langs kwam. En ik ken nou wel. Meer dan 20 jaar moesten de bewoners wachten op de geluidsschermen. Door politiek gesteggel werd de bouw van de geluidsschermen steeds vertraagd. En dat heeft ermee te maken dat je meerdere partijen hebt die erbij betrokken zijn. Want de Rijksoverheid financiert het. Voorheen was de gemeente verantwoordelijk. ProRail is de partij die het uitvoert. Inmiddels is nou ook de verantwoordelijkheid naar ProRail overgegaan. Maar ja, dat gebeurde tijdens het project. De voorfase die heeft behoorlijk wat tijd gekost. Dat betekende dat de gemeente verantwoordelijk was voor het goed afstemmen van de maatregelen met name de omwonenden. En daar is behoorlijk wat tijd voor genomen, omdat je dat in zorgvuldig overleg en afstemming moet plaatsvinden. Uiteindelijk de bouw zelf, dat ging redelijk snel en je zag het net, zelfs ik kan het. Het heeft allemaal zo lang geduurd dat sommige buurtbewoners het inmiddels weinig meer uitmaakt dat de geluidsschermen er zijn. Ja, dat went. Ik hoor het niet eens meer. Ja, ik woon hier op een straat achter, maar ik heb geen last van de spoorweg. Nee. Nou, wat vindt u ervan als ze die geluidsschermen hebben geplaatst hier? Ik vind, het is een heel ander gezicht, maar het is ook wel, ja, ik denk dat het wel goed is, ja. Ik vind het lelijk. Ik vind het uitzicht niet mooi. Maar ja, als mensen er last van hebben, dan vind ik het goed dat ze het doen. Is de geluidsoverlast nou ook echt voorbij? Geluidsoverlast is uiteraard een subjectief begrip. De een schrikt van 's nachts wakker van een zoemende mug en de ander slaapt daar gewoon in door. We hebben in Nederland daar wettelijke normen voor en met deze maatregelen voldoet dit totale pakket aan de normen die we daarvoor in Nederland hebben.